Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Autoservice. Vandaag laat ik u zien hoe u op een zeer goedkope en eenvoudige en zeer accurate wijze het koelsysteem van bijna elke auto kunt testen. Door middel van 1 bandenspanningspomp kunt u een compleet koelvloeistofkitje van, even kijken, €119,99, dat is eigenlijk al goedkoop. Ik moet wel zeggen dat de vacuümfunctie van dit systeem wel super is, want dat kun je dus hier niet mee. Maar ik heb het puur even over de koelvloeistofdruktest. En als je een grote garage hebt met personeel in dienst, is het ook handig om zo'n setje te hebben uiteraard. Maar ik als inpitter vind dat niet echt noodzakelijk. Want op deze wijze gaat het net zo goed, zo niet beter en makkelijker zoals ik u nu laat zien. De betreffende auto is in dit geval een Fiat die ik op zondagmiddag rond de klok van 5 van de weg heb geplukt naast de snelweg, waarvan een koelvloeistofprobleempje de oorzaak moest zijn, daar de temperatuur ernstig hoog op was gelopen. Deze auto heb ik heel simpel voorzien van een ventieltje op de circulatieslang die weer terugloopt naar de motor. Ik bedoel, vanaf de motor terugloopt het tankje in, zodat de eventuele lucht die er nog in zit makkelijk kan ontluchten en dat continu mooi door blijft stromen, en dat kun je dan ook goed zien. Deze slang heb ik uiteraard er even afgehaald. Dan heb ik aan de ene kant een ventiel omgekeerd in het slangetje gedaan en aan de andere kant heb ik gewoon een ventiel met de achterkant over de slangetjule gedrukt en die blijft hartstikke mooi zitten uit zichzelf. Dit volgende vereist enigszins vingerspitsengevoel, maar er kan op zich weinig fout gaan op het moment dat het, even kijken, op het moment dat de overdrukdop afblaast, kan er toch nooit te veel lucht inkomen. Dus als ik nu hier oppomp, gewoon heel voorzichtig, pompt u net als u normaal een band oppompt, pompt u deze gewoon op. Dan zie je al dat die druk vast blijft houden. Op ongeveer een half bar. En dan ga je de druk langzaam verhogen. Zelf adviseer ik bij gewone boodschappenautootjes niet om de druk zo ver op te laten lopen dat hij echt daadwerkelijk afblaast. Want dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat er inderdaad een slang knapt, omdat hij normaal in de normale gebruikstoestand niet zoveel gestrest wordt. Maar als iemand op vakantie gaat, bijvoorbeeld met een dikke caravan erachter, is het wel degelijk goed om hem gewoon helemaal af te persen. Want het moet zo zijn dat de dop afblaast bij ongeveer 1 bar. Maar deze dop, daar staat 1,4 bar op. Dat is al een behoorlijk hoge druk. Dus dan pompen we hem gewoon door tot maximaal 1,5 bar. Blaast hij dan nog niet af, dan is de dop ook defect. Dus hou hier even goed rekening mee dat u niet zo dom door gaat blazen, want dan knapt er uiteindelijk wel iets in het systeem. Want we zijn nu al bij 1 bar. En langzaam gaan wij omhoog met het barrage. En nu ziet u de belletjes, hoort u. En nu hoort u de dop afblazen. Dus dat betekent dat de dop ook goed is. Hoort u dit geluid? Zie, en de druk kan eigenlijk niet hoger worden dan deze druk. En op deze manier kunt u heel simpel ook de radiatordop checken. Eigenlijk is dit nog een accuratere methode als met een ingewikkeld koelvloeistofdrukpompje. Want de dop zit nog steeds op dezelfde plek, waardoor die niet los is geweest en dicht is geweest. Waardoor die misschien toch weer afdicht op dat moment en later weer niet. Dus dit is eigenlijk de makkelijkste en de beste methode. En nu laat u de druk er gewoon op staan. En als u nu de druk ziet teruglopen binnen een bepaalde tijd, dan ziet u ook waarschijnlijk wel een plas water onder de auto liggen. En dan kunt u heel makkelijk diagnose stellen waar het wegkomt. Dus dan kunt u gewoon met een lampje, kunt u gewoon even rondsnorkelen. En in dit geval zien wij dat hij hier onder bij de radiateur lek is. Dus dat is een hele simpele manier van testen. Ik hoop dat u hier wat aan gehad heeft.